Beste mensen, welkom bij het Politieke Vlog. Ik zit hier heerlijk in mijn tuin de boel los te laten. Het is Pasen, het is lekker weer, ik ben vrij, ik geniet ervan. En ik wil het vandaag even hebben over loslaten. Want loslaten is een term die je in de politiek in zijn voor veel andere partijen zeggen. Ja, we moeten als politiek meer loslaten. Geef de burger ruimte om de dingen zelf te doen. Ik heb dat altijd een beetje raar gevonden. Ik denk, ja, ik ben niet in de politiek gegaan om vervolgens de boel los te laten. Nee, je hebt ambities, je wilt dingen realiseren. En laatst hadden we het debat in de dichtersbuurt, heb ik vorige week in de vlog ook over verteld. En daar kwam dat ook weer terug. Een paar politici die zeiden, ja, we moeten als politiek meer loslaten. En het publiek begreep er helemaal niks van. Loslaten, loslaten, ga eens wat doen. Ja, de commentator zei ook, ja, er zijn net verkiezingen geweest. Mensen hebben op jullie gestemd. En vervolgens zeg je, ja, de mensen moeten het maar zelf doen. En dat is een signaal waar we volgens mij een verschil in politiek inzicht in zien. Hè. Ik zie ook langs de deuren, GroenLinks gaat wekelijks langs de deuren, al hoor je verhalen, mensen die zeggen, ja, help ons politiek. Ik heb al 3 keer een brief gestuurd, maar ik krijg geen antwoord, er is daar iets aan de hand. Politici, kunnen jullie ons helpen? En dat is denk ik de volksvertegenwoordigende rol die de politiek heeft. Gemeenteraadslid is meer dan alleen, als het voorstel ter stemming komt, je hand opstegen, ik ben voor of ik ben tegen. Nee, het gaat ook over aan de voorkant betrokken zijn. Signalen uit de politiek halen, daar iets mee doen. Kaders stellen, hè. Als we het daarover gaan hebben, dan zijn dit de randvoorwaarden. Want anders stuur je bewoners ook een beetje met een onduidelijke opdracht het bos in. En als het voorstel er ligt, dan nou ja, ook al nadat het is aangenomen, is je rol controleren. Wordt het wel uitgevoerd? Hè? Gebeurt er wel wat is afgesproken? Dus er is een boel te doen in Zeist. We moeten de dienstverlening van de gemeente verbeteren, we moeten verduurzamen, we moeten fietsvriendelijker worden. Nou, er is van alles te doen. Dus als jij nou binnenkort weer een politicus tegenkomt die zegt we moeten meer loslaten, misschien moet je denken, misschien moet ik volgende keer op iemand anders stemmen. Want loslaten, ja, ik vind dat niet passen bij politiek. GroenLinks laat niet los. GroenLinks houdt vast. Vast aan onze idealen, vast aan onze ambities. Ook vast aan onze rol, aan onze taak en vast aan het mandaat dat wij van de kiezer hebben gekregen. Die hebben ons vertrouwen gegeven van, nou ja, ga dit en dit en dit realiseren wat je hebt beloofd in je verkiezingscampagne. En dat vertrouwen, dat moeten we ook aan werken, daar moeten we actief mee bezig zijn. Dus wij laten niet los, hè. Wij gaan juist vasthouden aan onze koers en onze ambitie. Dus, zo sta ik erin. Dan ga ik nu weer lekker loslaten. Tot zover de vlog.